ceremonie protocolair van de 1500 meter vrije slag dames. Prijzen worden uitgereikt door de heer Mario Hofkens. Hij is teamleider van het sportcomplex Drieburg. De bronzen medaille. De bronzen tijd is 17:29, 93 honderdste. Ze komt uit voor PSV. Manon van Nes. De zilveren tijd is 16:59, 48 honderdste. Ze komt uit voor ZPCH. Madelon Dijkstra. En de gouden medaille, de Nederlands kampioenen, dames 1500 meter vrije slag in 16:40-71 voor Nova, Laura Zets. Er worden nog een oorkonde en een bidon uitgedeeld voor de winnares. En dan gaan deze dames bij elkaar staan voor de foto. En nog één keer voor alle aanwezigen, uw applaus. Dank meneer Hofkens voor het uitreiken van de medailles. En dan vragen wij de dames dank te zeggen. Dan zijn we aan het einde van deze ochtendmiddagsessie. De laatste series van de Open Nederlands Kampioenschappen Korte Baan 2019. En wensen u smakelijk eten voor zometeen. En tot straks bij de B-finales.